Gerard Kemkers wordt de manager van het nieuwe topsportzorgcentrum Groningen. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie van FC Groningen in de Euroborg. In het nieuwe centrum wordt de gehele voetbaltak van FC Groningen gehuisvest. Daar komen topsport, gezondheid en het bedrijfsleven samen. Ik kan wel zeggen, we hebben een lijstje met 7, 8, 9 of 10 mensen. Dat is gewoon niet zo. Feit is, je kent elkaar, je woont in hetzelfde gebied, je bent geïnteresseerd in elkaar. Dat is logisch binnen de sport. En ons werd op een goed moment duidelijk dat Gerard eigenlijk wel na zijn periode als schaatscoach toe was aan een totaal andere uitdaging. Hij heeft sympathie voor FC Groningen. Onvoorstelbaar veel verstand van sport. Ja, dat is 1-1-2. Ik heb ook heel zorgvuldig de keuze gemaakt en de tijd ervoor genomen. Dus ja, ik heb een wel overwogen keuze gemaakt. En noem het maar op, van spelers, trainers, stadion, directie. Alle gesprekken die ik gevoerd heb waren... leiden maar tot één richting en dat was deze keuze maken. Via het nieuwe topsportzorgcentrum wil FC Groningen maximaal rendement halen. Dat is een lang gekoesterde wens dat alle teams, eerste, tweede, jeugd, dat allemaal op één complex gaat trainen. Dat is in de historie van Groningen nog nooit het geval geweest. Dat is hartstikke belangrijk. En ik heb hen aangegeven, wij willen het maximale rendement halen uit niet alleen de jeugdspelers, maar uiteraard ook de eerste elftalspelers. En dat willen we daar gaan bereiken door optimale faciliteiten. De financiering van het gebouw is nog steeds niet voor elkaar. De plannen zijn redelijk concreet, maar die moet nog wel één. Wat dat betreft enigszins nog, ondanks ons enthousiasme, toch nog enigszins weer op de rem trappen. Omdat de financiering van het gebouw nog steeds niet voor elkaar is. En ja... Een van jouw collega's vroeg net aan mij van hoeveel procent nog niet, weet ik niet, kan ik niet zeggen. Dat is ook allemaal niet zo spannend. Ik kan daar alleen maar op zeggen dat we nog een stevige stap te gaan hebben. Kemkers zat jarenlang in de schaatssport. Mist u het schaatsen ook? Lastige vraag. Zeker omdat het nu precies midden in het schaatsseizoen zit. Van de zomer heb ik het niet gemist. Nu de wedstrijden... plaatsvinden, moet ik eerlijk zeggen, dat kriebelt wel een beetje. Gewoon het wedstrijden, rijden, het toewerken naar grote momenten, winnen, verliezen. Dat is wel iets wat ik mis, maar niet op een dusdanige manier dat ik niet vol goede moed een andere richting in kan gaan. Nou, je bent helemaal klaar voor de nieuwe uitdaging. Ja, ik heb een mooie pauze gehad. Ik heb energie. Ik heb privé een aantal dingen mooi af kunnen handelen. Dat betekent een nieuw huis gebouwd, verhuizing is geregeld. Dus na de kerst staat er een wereld voor me open en veel tijd en veel energie om in de club te stoppen. Kemkers is voor 1 jaar aangesteld met de intentie om langer door te gaan. Meegemaakt hebben aan Europese wedstrijden.